Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zegt dat zij het in deze tijd niet kan hebben dat kinderen die de school hebben verwaarloosd tijdens de pieken van de COVID-19-pandemie de draad niet oppakken. Woensdag voor de aanvang van de ministerraadsvergadering zei Levens dat de staat moeite blijft doen om kinderen terug in de schoolbanken te krijgen en zoveel mogelijk daar te houden. Je moet echt rekening houden met de concrete situatie van deze tijd. En de concrete situatie van deze tijd is dat COVID ons gekild heeft. Snap je? Veel kinderen zijn na COVID niet teruggekomen op school. En Suriname is gegroeid. Wanica bijvoorbeeld is gegroeid. Veel meer kinderen bijgekomen. Veel meer vluchtelingen uit het binnenland naar de stad gekomen. Het puilt uit. Wat moeten wij dan doen? Zeggen blijf buiten? Nee, dan moeten wij klas gaan bouwen. Dan moeten wij zorgen dat we meer lokalen gaan bouwen. En ik vecht al langer dan een jaar om wat extra centjes te krijgen om wat lokalen bij te bouwen. Als ik nu naar de raad ga straks, ga ik weer vechten. Ik moet gewoon een paar lokalen bijbouwen, noodlokalen. Levens merkt verderop dat er zelf noodlokalen zijn opgezet om studenten te accommoderen, zodat ze minder snel het besluit nemen om weg te blijven. Het is gebleken dat bij grote klassen de leerlingen niet veel opvangen en de prestaties minder worden. Maar wat gebeurt er als je om de ene dag naar school gaat? Dan raak je uit je ritme. Snap je? Je raakt uit je ritme. Je moet gewoon elke dag naar school. Snap je? En wat heel belangrijk is voor die samenleving om te weten, is als we niet snel gaan naar elke dag op school, en ik ga ervoor blijven vechten, als we niet snel gaan naar elke dag op school, moeten jullie niet vreemd kijken als we over 5 jaar nog meer criminaliteit hebben. Dus daarom moet ik vechten om een paar lokalen bij te kunnen bouwen. En dus dat zeg ik, ik blijf vechten dat we wat geld hebben. Je moet prioriteiten stellen, toch? Je moet prioriteiten stellen en met deze kinderen moet je eigenlijk niet spelen. Je moet prioriteiten stellen, die kinderen moeten op school, punt uit. Als we dat niet doen, gaat Suriname bergen afwaarts gaan. Het kan niet dat er te veel kinderen rondlopen die uit het onderwijssysteem vallen. De bedoeling van de vernieuwingen in het onderwijs zijn juist om deze groep op te vangen, maar dit bleek met de komst van de pandemie de andere richting op te gaan. In het binnenland heeft de overstroming ook voor veel drop-outs gezorgd, concludeert de minister.